Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rob Flemmix, Schilders, Breda. Dit is de Kletspet. Iedere week stellen we actuele vragen aan mensen in Oosterhout. Hoe heeft het zo mis kunnen gaan in Vlaardingen met het 10-jarige meisje? De ouders, de pleegouders, die zijn aangehouden op verdenking van doodslag en zware mishandeling. Eerste vraag. Welke maatregelen moeten er volgens u nog meer genomen worden om kinderen op een veilige manier te plaatsen? Oef, dat is wel lastiger. Kijk, ik wil er graag van uitgaan dat het op veel plekken juist heel goed gaat. Maar dat er denk ik misschien ook helaas mensen zijn die het voor het geld doen. Ja, daar mag ik geen oordeel over hebben. Dus dat is lastig. Nou, als ze er van tevoren al iets laten zien dat er meer actie ondernomen wordt door degene waar ze tegen vertelt. Ja. Dat lijkt mij het meeste. Ja. En dat is niet gedaan. Of veel te weinig. Ja, het is een heel moeilijke materie, hè? Ja, het is een moeilijk geval, ja. Ja, dat is een hele goeie. Dit meisje was ook onder... Ja, hoe zeg je dat? Dus daar waren instanties mee bezig. En ik vraag me ook af, hoe is dat misgegaan? Hoe kan dat misgaan? Zoveel signalen uit de buurt. En ik word er ook, ik krijg er ook kippenvel van. Ik vind het gewoon verschrikkelijk. Gelukkig zijn ze nu wel op tijd. Want ja, je hebt gehoord dat ze niet meer in levensgevaar is. En dat moeder, die is natuurlijk ook wel ergens in beeld. Want dat hoor je ook in de media. Maar dit mag nooit, maar ook nooit meer gebeuren. Maar het gebeurt vaker dan dat wij denken. Ja, vaker ook als dat wij willen. Ik denk dat ze veel rapporten maken. Daar zijn ze goed in, aan het bureau. Maar ik denk dat ze toch beter in het gezin ter plekke... Ja, gewoon meer controle, veel meer. En ook als politie of een school of een... Dat er veel meer samenwerking is, dat het gelijk doorgeschakeld kan worden. En dat ze eens, lijkt mij dat minder geld kost als al die ellenlange rapporten die ze allemaal schrijven. Ja, dat geld is zelf mensen. Dan kunnen er zelfs mensen daar werken die niet zo goed met computers zijn, maar die wel weten van, ik ga daar eens een dagje meelopen of een paar uurtjes. Dan kost het ook minder geld, lijkt me. Ja. Toch ook denk ik kijken naar seinen, dus... Wordt het meisje mishandeld? Heeft ze blauwe plekken? Is het teken van ondervoeding? Ik denk dat daar toch wel te weinig naar gekeken wordt dan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat pleegouders een hele, hele goede screening krijgen vooraf. Dat vind ik al sowieso een hele goede. En ik vind ook dat er veel meer toezicht moet zijn. Dus niet zomaar daar 3 maanden zetten, maar gewoon eens een keer contact opnemen en eens langs gaan. En eens kijken wat er met zo'n kind gebeurt. Wat vindt u dat de jeugdzorg Nederland beter had kunnen doen in deze specifieke situatie? Ja, eerder het kind weghalen. Dat is makkelijk. Ik denk dat jeugdzorg voor zich wel hun best hebben gedaan. Alleen, er is gewoon veel te weinig capaciteiten, te weinig mensen. En dat komt toch ook weer van hoger hand, omdat altijd alles maar wegbezuinigd wordt. En zie hier het resultaat. Jammer genoeg. Eerder ingrijpen. Want dat is toch wel qua jeugdzorg en algemene zorg in Nederland, dat het bij jeugd op vlakken best wel beter kan. Maar niet alleen jeugdzorg, ook de buren en de scholen. Dat meisje heeft schijnbaar al een paar keer aan mensen gezegd dat ze mishandeld werd en niemand heeft ingegrepen. En dan denk ik, waarom niet? Stelling van de week. De inspectie gezondheidszorg en jeugd moet zichtbaarder zijn in de jeugdzorg. Ja, daar ben ik het helemaal wel mee eens. Ja, maar ja, hoe ga je dat nog zichtbaarder maken? Ja... Gooi er eens een keer een campagne iets tegenaan op televisie. Maar ook op de socials, want daar kijken ook kinderen zelf naar. En dat ze dan niet bang hoeven te zijn dat als er iets in jouw gezinsleven gebeurt, dat ze dan toch ergens terecht kunnen. En dat ze dan niet bang hoeven te zijn. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat echt nog meer duidelijk gemaakt moet worden. Vroeger belde je de kindertelefoon. Ik heb het gelukkig nooit hoeven te doen. Nee. Maar dat werd toen altijd wel herhaald. En van, goh, als er wat is, je kan de kindertelefoon bellen. Maar dat wordt nou nooit meer weergegeven.
Ja, zichtbaarder bij de mensen thuis bedoel je? Ja. Ja, vind ik wel. Dat blijkt nu wel dat ze te weinig langskomen daar om in de gaten te houden. Ja, en mensen moeten beter gescreend worden. Want als ik dan hoor dat ze seksparties geven, dan denk ik ja, en je hebt dan 3 pleegkinderen. Ja. Nee, dat ben je niet geschikt om een kind op te voeden. Nee, precies, daarom. En dat wist dan niemand. En dan denk ik, ja, kan niet zo. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Rob Flemmix, Schilders, Breda. Misschien moeten we ze chippen. Ja, Bertha 1 en 2. Dat was de laatste vraag. Dan nemen we nu uw kind mee.